What up? Zeker de tering, man. Oei. Nou, je hoeft niet daarheen te praten. Ik heb hier ook. Kijk, tegenwoordig. Oei. Hey, vandaag wat leuks? Ja. Of niet? Ja, magneetvis Amsterdam, hè. Magneetvis Amsterdam. En wat komt er? Nou, er komt iemand hierheen. Die doet auditie. Het bedrijf dat ik niet meer weet. Oké, maar die komt zo? Naar zij. Oh, zij? Zij wil presentator worden. Oké. Maar die wil dus een filmpje gaan maken met ons. Ja? En dat gaat ze gebruiken. En zorg ervoor dat er een nieuwe Michelle komt. We moeten ons best doen eigenlijk. Wij zorgen dat er een nieuwe Michelle komt. Of een, weet die gozer, Jeroen. Ja, Michelle. Het is toch een vrouw? Ja, het is een vrouw. Oké. Nou, leuk. Nou, er is al het een en ander aan troep gevonden. Ik ga ook zo even lekker mijn magneetje erbij pakken. Ook troep eruit halen. Ja, dus, want ik ben wat later gekomen. Die jongens die waren al bezig. En, voor de rest random shit. We zien het wel. Ja. Je bent wel heel keer aangevallen door Westpiel. Hé, hey, wat? Webster. Heb je al wat? Nee. Nog niks? Nee. Hun ook niet. We hebben een oud potje. Oh ja, heel oud potje. Ga ik zo even laten zien. Maar onze nieuwe Michelle is aangekomen. We hadden het net over de presentatrice van de... Ja, oké. Okay. Maar nou, je hebt er in ieder geval een heel goed gezicht voor. Nou ja, dankjewel hè. We gaan het zien. Ik ben benieuwd wat jullie allemaal gevonden hebben. Tot nu toe volgens mij... Ja, een hoop rommeltjes. Een hoop rommeltjes. Maar Glenn zei dat dit wel een hotspot is. Dus dan moet het... Als het niks is, legt het aan Glenn. Nou, ook krijg je dat weer. Als het niks is, dan is het Glenn. Hoe moet jullie een gooi opzien? Ik zal mijn camera's overheen in één keer. Hoi! Jullie moeten meer geld in het water gooien! Huh? Wat? Nou, die heeft er even zin in. Hij is leuk, hè, Glenn? Ja, ik was hem al kwijt altijd. Assepoester. Zou die passen? En wat heb je nog meer? Oude sleutel. Oh, dat is wel leuk. Ja. Ik kan nog wel laten zien dat je nog een mesje. Er is ondertussen ook een cameradame gekomen. Jeetje, wat een luxe, joh. Het is echt een beetje een mannenwereld, hoor, normaal. Ja, dit is voor twee dagen. Kijk, die Glenn, hè. Die Glenn die heeft geen geduld, dus die slaat het hele interview over. Die gaat gewoon weer lekker gooien. Met dat hun daar nog staan te filmen en te doen. Even een klein rustig hoekje op het zoeken. Kijken of hier nog wat ligt. Het leuke is, als je met een magneet rustig trekt. De meeste mensen trekken heel hard, maar als je gewoon rustig trekt, dan pak je toch meer. Dan blijft het toch hangen, of het kan er een beetje naartoe trekken, of het kan een beetje iets meer vasthouden. Kijk. Nou, laat het los. Dan ga ik gewoon nog een keer proberen. Het kan ook zijn dat je magneet niet schoon genoeg is. Dus wat je eigenlijk altijd even moet doen. Zo, wat is dit dan? Ik heb nog een notzij. Wat is dit nou voor ding, joh? Nooit gezien. Nou, kom ik zo bij jullie terug. Het was magnetisch. Doen we gewoon nog een worpie. Ja, dat mag. Hoe sterk zou dat magneet zijn? Deze is meer dan 250 kilo. Wauw. Dus die kan je, de fietsen en de kluizen kan je mee omhoog trekken. Ik ga naar een auto stappen. Ja. Of een tram. Ja. Nee. Kost het veel? Hoe kom je eraan? Nou, deze kan je online kopen. Bij de meeste detector- en magneetwinkels kan je deze kopen. En
Maar deze is echt, ik heb hier al een gewicht liggen. Het is best een zwaar gewicht. Ja. Hij pakt hem zonder probleem. Pop. Ja. En die krijg je niet zomaar los. Ongelooflijk. Ik ken magnesius van de koelkast alleen. Ja, ja. Hartelijk dank. Ik zag hele fietsen in auto. Ja, dat kan. Dat kan. Deze zijn gewoon echt heel sterk. Het is altijd leuk, hè, in de stad. Dan krijg je wel allemaal praatjes. Mensen die wat vragen. Gewoon lekker antwoord geven, lekker vrolijk blijven, is altijd leuk. Dat maakt je leven zo interessant, hè? Als iedereen wat te vragen hebt en je kan er antwoord op geven. Of als je zelf wat te vragen hebt en je kan dat aan andere mensen vragen. Dat is leuk. Maar ondertussen vang ik mooi niks. Hey, maar ik heb wel weer wat anders. Wat heb je erin zitten? Volgens mij klok. Nee. Oh, nee. Oh, nog zo'n ding. Ja, dat is van die petroleumstoof. Ja, daar had ik er net ook al eentje van. Waar is die nou? Ja, daar op de links. Kijk, de politie die is ook al aan het zoeken daar. Oh, kan je net niet zien. En hun zijn nog druk aan het filmen. Dat is politie. Daar. In de lucht. Oh, met die helikopter. Glenn is die arme meid aan het uitleggen hoe ze moet gooien. Er zitten helemaal lief laarsjes aan gedaan in de Zuidwesten erop. En nou moet ze eraan geloven. Beetje inzoomen voor de lichaamstaal. 2, 1, 2, gooien. Oh, nee, gooien. Oh, boot! En er ligt daar een hele gigantische grote pijpleiding. Daar zit iedere keer op vast. Dus het zou wel leuk zijn als zij die nou hebt. Ben ik nou gemeen? Nou, had ik voorspeld of niet? Ze zit aan die grote pijp. En die is heel zwaar en die blijft onder de brug hangen. Ja, komt ie aan. Kijk eens even. Meteen de eerste worrenbraak. Leuk. Absoluut. Dankjewel, heren. Yes. En hoe vond je het zelf eigenlijk? Ja, ik heb er een nieuwe hobby bij. Haal ik vond het leuk. Kijk. Ik vond het gezellig. Ik pak hier een beetje hangen op de brug. Superleuk.